Goeiedag. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag weer aardappels rooien. Maar voordat we naar het land gaan, gaan we eerst even deze aardappels van de sloffen halen. Want ze zijn droog. Dat kun je beoordelen door te zoeken naar aardappels. Met name in het midden van de kist. En is de kist heel slecht gevuld, dan ook in de hoeken van de kist. Naar aardappels die niet zoals deze grijs zijn van de grond aan de buitenkant, maar die zwart zijn van de grond van de buitenkant. Deze aardappels die zijn dus droog. En de regel is een beetje dat als de bovenkant droog is, of net de laag onder de bovenkant, dan is de rest van de kist ook wel droog. Dus deze kisten die gaan we er vanaf halen. Dan maken we ruimte voor nieuwe kisten, die we vandaag gaan rooien. En deze kisten die ga ik opstapelen buiten, daar zo in de hoek. We beginnen met een nieuw aardappelsoort, Rudolf. De Agata's zijn er allemaal uit. En we gaan hier zo beginnen te rooien. En we gaan het veld dus openmaken, dus een doorsteek. En we hebben net uitgeteld hoeveel ruggen er zijn. En we rooien altijd rondjes linksom. Dus dan doen we één rug rechts van het midden. Daar gaan we in beginnen. Weten we zeker dat we altijd een goed aantal rondjes rijden en niet loos over het land rijden. Dat zou zonde zijn namelijk. En die lijkt wat minder makkelijk kapot te gaan dan bij het vorige ras. Ik ga straks maar eens in de kist kijken of die kluiten nog overblijven. Want die kluiten zijn in ieder geval nu vochtig. Dus die kunnen nu geen aardappels beschadigen. Maar ja, ik zie liever geen kluiten dan wel kluiten. Want als die opdrogen en je gaat dan sorteren, ja, dan kunnen ze wel beschadigen natuurlijk. Verder hebben wij hier zo'n klein bandje naast zitten, waar een hoop kluiten overheen gaan, die weer terug de machine ingaan in de hoop ze wat kapot te krijgen, maar ook in de hoop om nog een aantal in de krielkneuzen die wij hieronder hebben, ze daar kapot te laten knijpen. Die moet dan onder die rol door die daar aan het einde zit, dan valt die naar beneden, ja, in een soort van papierpers eigenlijk, ook voor die twee rollen tegen elkaar. En die draaien rond en die persen het kriel kapot, zodat we het aardappelopslag van volgend jaar hopelijk wat kunnen beperken. De stroom van het product op dit kleine bandje kunnen we door middel van
deze twee hendels kunnen we die beïnvloeden. We kunnen de band verder voorover zetten, of achterover, of omhoog tillen. We hebben hem nou zo staan dat we een goede balans hebben tussen wat in één keer naar de bunker kan en wat eigenlijk nog een rondje mag. Maar ja, praat hier boven op de aardappel rooien. Ik heb wel veel lawaai waar ik overheen moet praten. We gaan zo eerst maar eens een keeper lossen. Jullie net op de timelapse wel konden zien, is het gaan regenen. Heel het erf werd nat. Ik heb net de elektrische heftruck even in de lader gezet. We zijn gestopt voor vandaag met rooien. Dat was ook al einde van de middag, dus we zouden vanavond even wel langer doorgaan, maar dat gaat nou niet. Aardappels en vocht, dat is geen goede combinatie. Je kan het zien, het is weer lekker nat. Het heeft even geregend. En in de verte, daar zo zie ik de donkere wolken, dus er komt nog wel meer aan. Nou, dan moeten we nu gewoon stoppen. Geeft mij wel de gelegenheid om terug te gaan naar het begin van de vlog. Waar wij kisten gestapeld hebben. Er staat inmiddels iets meer. Een paar kisten maar hoor, echt maar een paar kisten. Die staan allemaal buiten opgestapeld. En bovenop iedere stapel zit een dakje. Zodat nu dat het regent er geen water in kan lopen, maar dit is misschien een systeem waar niet veel mensen kennis van hebben. Dus ik denk dat geeft mij wel mooi even de gelegenheid om nu even uit te leggen waarom wij dit zo doen. Eerst hebben wij ze daar zo op de drogerij staan. Laten we daar even naartoe lopen. Hier zo hebben wij kisten staan die nog aan het drogen zijn. Die staan hier op één rij met één ventilator voor deze rij. Als ze hier droog zijn, dat wil zeggen dat ze niet meer zwart van de grond zijn, dat die grond grijs geworden is. Dat kun je hier wel zien in het licht. Dan zie je dat die zwart is, die aardappel. Kijk, zo'n aardappel is grijs van de grond die aan die aardappel zit. De grond die aan de aardappel zit, dat noemen we ook wel dat die behangen is van de grond. We willen graag dat die aardappels, als we ze rooien, dat ze lekker behangen zijn. Want dat zijn eigenlijk allerlei kussentjes op de aardappel die helpen hem te beschermen tegen beschadiging. Als die aardappel er dus zo uitziet, als die grond droog is, dan stapelen we ze hierop. En dan drogen ze verder aan de lucht. Je kan zien dat de bomen waaien. Dit is de goedkoopste manier om je aardappels te bewaren. Soms niet altijd de beste manier. Als er nou heel veel regen tegenaan kletst, dan kan het wel eens zijn dat die aardappels nat worden. Maar ja, als het droog wordt, dan waait die wind nog steeds en droogt dat wel weer. Die aardappels worden nooit meer zeiknat. Je moet alleen zorgen dat je ze bovenop dus afgedekt hebt. Maar hier kunnen we ze prima bewaren totdat we gaan sorteren. En hoeven ze voorlopig nog niet in de koeling te zetten. Natuurlijke bewaring met natuurlijke middelen. Ja, voor ons werkt dit prima. Het kost alleen wat ruimte op je erf, maar die ruimte hebben we nu over. Maar ja, hoe kan het dan dat die lucht die aardappels goed houdt? Je kan zien dat er allerlei kieren in de kist zitten. En dat je daar gewoon aardappels kan zien zitten. Op een ongeforceerde manier gaat de lucht hier doorheen. Je hebt best wel veel ruimte, kieren in de kist zitten, tussen de aardappels ook.
waardoor wind, zoals nu, gewoon prima door de kist heen blaast en de aardappels voldoende zuurstof geeft en dat beetje vocht wat nog eventueel in de kist zit eruit kan blazen. Onze beleving is wel dat als je het niet droogt daar, dat het echt niet zo goed droogt aan de wind als je ze gewoon nat hier neerzet. Dus wij doen ze wel voordrogen, een dag, soms twee dagen. Dan gaan ze gewoon hierop. En dat laatste drogen, dat gebeurt gewoon met de wind. Met het verschil tussen warmte en koud in de nacht en overdag. Dat trekt ook heel veel vocht uit de kist. Nadeel van het systeem is wel, je kan best wel gewichtsverlies hebben door de vele wisselingen van temperaturen. Dat is wel een nadeel. Maar verder is het eigenlijk een prima systeem om je aardappels zo te bewaren. Je moet wel zorgen dat de lucht er doorheen kan. Je moet het de lucht niet moeilijk gaan maken. Want dan werkt het gewoon niet. Dus we laten overal gaten tussen de verschillende rijen en stapels kisten, zodat de wind overal vrij tussendoor kan manoeuvreren. En dan gaat het ook wel door die aardappels. Dus dat. Ja, dan hoop ik dat het verder met de regen wat meevalt. Dat we morgen gewoon weer verder kunnen rooien. Maar hier ga ik wel mijn vlog voor vandaag beëindigen. Volgende vlog zijn we dus weer aardappels aan het rooien, maar gaan we ook uien rooien. En ik hoop dat ik daar toch wel tijd voor heb om daar het een en ander van te filmen. Voor nu ga ik droog staan. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.